Welkom bij Smiling Spirit zwangerschapsmeditatie. En voordat je begint, gaan we eerst zorgen dat je lekker kunt zitten. En in plaats van op een yogamatje zitten, mag je natuurlijk ook gewoon op de bank gaan zitten of op een stoel. En als je dan wel op een yogamatje gaat zitten en je zit nog niet zo lekker, gebruik dan kussens, een meditatiekussen of andere kussens. Zorg dat je comfortabel zit. En je hoeft ook niet per se in kleermakers zitten zitten. Je kunt ook gewoon je benen uitstrekken, zodat je genoeg ruimte hebt voor je buik. En zorg ook dat je lekker warm bent, want als je zo stil zit, kun je een beetje afkoelen. Dus leg anders een dekentje over je heen of pak een vestje. Zorg dat je warm en comfortabel zit. Goed, dan gaan we beginnen met de meditatie. En dan mag je dus lekker gaan zitten zoals jij prettig vindt. Nou, ik ga gewoon in kleermakerszit zitten. En dan zorg je dat je je benen goed ontspant, dat je rug recht is, dat je je schouders ontspant. En leg dan je handen op je buik. Sluit je ogen en maak even contact met je benen. En hoe doe je dat? Nou, je denkt aan je baby en misschien voel je je kindje. Voel maar even over je buik, misschien wil je er even overheen wrijven. En probeer maar in gedachten contact te maken met je kindje. En vertel hem dan dat we zometeen een meditatie gaan doen. En dat hij heerlijk mag ontspannen. En dat ook mama graag even wil ontspannen. Heel goed. En adem dan een keer diep in naar je buik, naar je kindje, naar je baby. Voel dat je buik een beetje opzwelt, nog meer opzwelt. En als je uitademt, laat je los. En als je zo uitademt, probeer je ook spanning in de rest van je lichaam even los te laten. Laat het maar diep wegzinken naar de grond toe, naar je matje. Doe dat nog een keer. Adem diep in naar je handen, naar je buik. Probeer je buik nog iets boller te maken. En laat dan los. En als je loslaat, voel je dat je spieren ontspannen, je gezicht ontspant, je armen ontspannen, je benen ontspannen. Je laat alle spanning wegvloeien in de aarde, in je matje, in de grond. Je hebt je niet meer nodig. Heel goed. Nou, en als je kindje dan zo lekker ontspannen licht en jij je ontspannen voelt, mag je ook je handen op je knieën neerleggen open. Maar dat hoeft niet, je mag ook nog steeds lekker je buik vasthouden. Kijk maar wat jij prettig vindt. Ik leg mijn handen open op mijn knieën. Ik ontspan al mijn vingers. Ik ontspan mijn schouders en voel nog even of mijn rug recht is, mijn ruggengraat lang. En of ik echt goed op je matje zit of echt de grond aanraakt met je billen, met die zitbotjes. Heel goed. En dan breng je je kin een klein beetje naar je borst. Je hoeft niet helemaal je hoofd naar je borst te brengen, maar een klein beetje naar je borst. Je ogen zijn gesloten. En dan gaan we beginnen met de meditatie. En voel dan hoe je je vandaag voelt. Ben je moe? Of heb je juist best wel wat energie? Of zit je vol met gedachtes? Heb je zin in mediteren? Of eigenlijk niet echt? Alles mag. Voel maar even hoe je je voelt. Heb je harde buiken? En laat alles er zijn wat er is. Het is niet goed, het is niet fout, het is er gewoon. Adem nog een keer diep in. En als je uitademt, laat je je spieren ontspannen. Probeer ook je gezicht te ontspannen. En als je lichaam dan ontspannen is, richt je je aandacht op je ademhaling.
En probeer maar alleen door je neus adem te halen. En probeer er een wat diepere ademhaling van te maken. Net alsof je een beetje aan het snurken bent. Dus zodat je een geluid krijgt. Een beetje achter in je keel. Zo. Probeer dat maar. Probeer maar die diepe ademhaling achter in je keel te krijgen. En luister dan naar deze ademhaling. Jouw ademhaling is je mantra. En door te luisteren naar je ademhaling kun je steeds dieper ontspannen. Luister naar je eigen ademhaling als een mantra. En weet dat jouw kindje ook je ademhaling kan horen. Ga maar samen ontspannen. Zachtjes luisterend naar je ademhaling. En als je inademt, gaat eerst je borst omhoog. Dan wordt je buik een beetje boller. En als je uitademt, gaat je buik weer iets kleiner. Zakt je borst wat in. Luister naar die ademhaling. En je ademhaling is eigenlijk net als een golf door je lichaam. Voel maar dat je ademhaling een golvende beweging is door je lichaam. En stel je dan voor dat deze golvende beweging een golf is van de oceaan. Jouw ademhaling is een golvende beweging van een hele grote uitgestrekte oceaan. En dat ben jij. Jij bent groot en uitgestrekt en ruim. En je ademhaling zie je aan de oppervlakte. Als kleine golfjes bewegen. En je hoort ook die golvende beweging, die ruis van die ademhaling. En jij bent groot en wijd als een oceaan. Voel maar hoe wijd en uitgestrekt je bent. Geef jezelf de ruimte en laat jezelf steeds dieper wegzinken. Helemaal naar beneden, naar de onderstroom. En die onderstroom, die is altijd rustig en ontspannen. Voel maar die diepe rust en die ontspanning daaronder in die onderstroom. Je kijkt naar boven, naar je ademhaling als een kleine golvende beweging. En je voelt dat je steeds dieper gaat in die onderstroom. Daar waar rust en ontspanning is. En laat jezelf daar rusten. Luisterend naar je ademhaling. Je wordt steeds ruimer en wijdser. Zoveel ruimte die er altijd al is. Voel maar dat je groot bent en wijd. Dat er ontzettend veel ruimte is. Dat die ruimte je ontspant en rust geeft. En weet dat je altijd terug kunt keren naar deze onderstroom. Want dit ben jij. Groot en wijs en ontspannen. En aan de oppervlakte, daar is je ademhaling. En aan de oppervlakte zijn ook je gedachten, je gevoelens en emoties. Maar dat is niet wie jij bent. Daar diep in de onderstroom, daar ben jij. Dat ben jij groot en wijs en ontspannen. En voel ook dat je kindje, je baby, daar in die onderstroom is met jou. Helemaal ontspannen, golvend met de zee. Groot en wijs. Laat jezelf daar rusten. Laat je kindje daar rusten. En ontspannen. En weet dat je altijd hier terug kunt keren. Naar deze ontspanning. Deze rust. Je luistert naar je ademhaling. Golvende beweging aan de oppervlakte. Steeds dieper ontspannen.
Kijkt naar de golvende beweging. En je kunt hier ook kijken naar je gedachtes en je gevoelens. Die zijn er aan de oppervlakte. Maar jij bent de grote oceaan, wijd en ruim en heel diep ontspannen. En dan heel langzaam kom je weer naar boven. Als je eraan toe bent, beweeg je handen, je vingers en open je ogen. En als je je handen niet op je buik had, leg ze dan nog weer even op je buik. Maak contact met je baby, met je kindje. Vertel hem hoe fijn het was om zo diep te ontspannen. Wrijf maar even over je buik, maak contact en vertel hem dat we nu klaar zijn. En dat hij weer wakker mag worden, net als mama. En dan gaan we zo heel rustig opstaan. Misschien wil je je benen even lekker uitstrekken. En even losschudden. Of misschien even zo kloppen op je benen met je handen. Voel maar even wat voor jou lekker voelt. Misschien wil je even heen en weer bewegen. Je hoofd bewegen, je armen bewegen. Maak je lichaam weer wakker. Laat je spieren ontspannen. En adem nog een keer diep in naar je buik. En laat los. Doe nog twee keer adem diep in naar je buik. En los. En dan de laatste adem diep in. En los. Namaste. Leuk dat je er was. En misschien tot de volgende keer. Veel succes met je zwangerschap.